anderhalf jaar op moeten wachten. Maar vanavond is het dan eindelijk zover. De openingswedstrijd van EK 2020. Turkije-Italië. En dus tijd voor een nieuwe EK Demo. Juni 2021 en dat betekent dat EK 2020 vanavond begint. Jawel, eindelijk anderhalf jaar naar uitgeleefd, uitgekeken, dat is het beste. En wat een bank om de openingswedstrijd mee te gaan bespreken. Armin Shah, welkom. Yes. Simon Tjommer. Goedenavond. Met een bijzondere rol tijdens dit EK. Wat voor rol? Hier in de EK Daily gaan we het later in de show uitgebreid over hebben. Echt iets wat jou op je lijf is geschreven. En kersvers trainer in de KKD. Italiaan. En vriend van de show. Michele Santoni. Welkom. Welkom. Ik ben helemaal in mijn Italiaanse mood vandaag. Dus, Ja? Heb je wedstrijdspanning? Hoe zit dat voor jou? Nee, ik heb niet echt wedstrijdspanning. Want ik heb gewoon te veel vertrouwen. Ik ben voor het eerst zijn we in Italië helemaal happy met onze nationale elftal. Wat de afgelopen 50 jaar nooit gebeurd is. Ja. En daar ga ik van genieten. Oké, heel goed. Straks gaan we het uitgebreid hebben over de wedstrijd. Jij natuurlijk, jouw hart gaat sneller kloppen voor Italië. Duitsland? Toch? Ja? Ook. Toch? Ook. Ook? Auch ambition. Auch ambition. En voor jou, ik zat een beetje te kijken op jouw socials. Jij hoopte heel erg dat Zlatan mee zou doen, hè? Ja. Helaas? Ja. Enkel blessure was het volgens mij. Ja. Nee, helaas. Ik had wel vertrouwen in het Zweedse elftal. Ja. Met name die aanval. De jongens zijn in vorm. Voor wie gaat jouw hart sneller kloppen naast Nederland? Of is het alles op Nederland? Ja, Turkije. Toch? Turkije toch wel, ja. Hoe ja, komt dat? Ja. Turkse vrienden. Vroeger in de Turkse buurt opgegroeid. WK ja. 2002 meegemaakt. EK 2008 meegemaakt. Ja, ja. En dan zie je die passie en dan denk je van ja man. Ja, ja. Ja, het is wel zoiets. Het is ongelooflijk. Het is goed dat ze er weer bij zijn, Turkije. En dat wordt natuurlijk ook mooi bij die openingswedstrijd. Ja. Wie heb je als uiteindelijk winnaar van het EK? België. Oh. Hij is wel van ES van Zweden naar Turkije. Ja, naar België. Dit is, Armin is een wereldburger en die heeft overal vrienden. Dus die zegt EK-winnaar België. Maar ik moest een maandje, twee maanden terug een filmpje voor jullie opnemen voor wie de winnaar zou zijn. Toen zei ik echt Stefan als België. Toen zei je Frankrijk. Nee, toen zei ik België. Laten we maar even kijken. Ja, maar even kijken. Nee, grapje. Nee. Met de Bruyne. Met de Bruyne, neem ik aan. Toen was het nog de Bruyne. Ik geloof. Nou, hij gaat nog wel meedoen. Eerste wedstrijd is hij er niet. Tweede hij zei het gisteren wel. Tegen de koning. Hij versprak zich, hè? De koning was op het trainingskamp. Dus zat hij even mee te kletsen. En die zei, nee, ik ga de eerste wedstrijd niet spelen. Dus dat werd gelijk duidelijk. Ja. Dus tweede wedstrijd hopelijk wel. Afhankelijk van hoe fit hij is, geloof ik wel, in het tandem Lukaku de Bruyne. Ja. Jij ook België? Eindwinnaar? Nee, ik denk Engeland. It's coming home. Ja, wordt ook weer wat tijd, toch? Okay. Ja, dat hoort ook bij. 66 de laatste keer, dus... Nee, maar ik vind, heb je ooit ik vind EK ze... gewonnen? Nee, dat WK in 1996. Ik vind ze wel een sterk team hebben. En ik denk dat ze kunnen verrassen voor het eerst. Alleen ik heb ook wel gehoopt dat Zlatan mee zou doen. Alleen al dat Zlatan dan meedoet. Ja, half finale op het WK. Hè? Vorige keer dus. Het team is alleen maar sterk geworden. Geloof jij in Italië? Zeker. Ja, als winnaar van het toernooi? Waarom niet? Omdat het te goed gaat met Italië? Ja, dan moeten ze het maar doortrekken. Ja. Maar als het een jaar is waar het allemaal mee zit, is dit jaar. Het team is in balans. Eigenlijk zijn er geen negatieve punten. Nee. Het is een kleinigheidje. Ze hebben geen plan B. Ja. Maar voor de rest, goede trainer, goede balans, veel positiviteit. Is het nou zo in Italië, ik hoorde dat in de media, dat de supporters eigenlijk in een toernooi meegroeien. Omdat in eerste instantie nog de gevoel van de clubs en steeds meer het samengroeien is. En dan... daar Suro aanwapperen? Of begint het wel van begin af aan? Nee, het is anders dan in Nederland. In Italië ga je niet blauwe wegen vinden of dat iedereen uitpakt zoals hier alles in oranje. Maar als er eenmaal de wedstrijd begint, dan is echt iedereen bezig met de wedstrijd. Dat is wel zo. Maar voor het eerst echt is Italië gewoon positief over Italië. En dat heb ik echt nooit meegemaakt. Een beetje de voorbereiding wat we in Nederland hebben gehad. Ja. Er was in Italië altijd iemand die net buiten de boot viel, altijd iemand die kritiek had, altijd iemand die moest bekritiseren. En nu is echt voor het eerst, iedereen is gewoon... Ja.
Zeker. Happy. We gaan straks de opstelling erbij pakken. Wij dachten trouwens dat, terwijl jij over Italië zat te praten, dat hier achter ons het Italiaans volkslied werd afgespeeld. Ik hoor een heel apart lied hierachter. Komt van het zwembad, geloof ik. Ja, ik denk dat er... Of er is iemand nu aan het verzuipen in onze jacuzzi, maar er staat hier muziek aan, toch? Ik dacht eerst serieus dat het volkslied was. Jij niet? Nee, ik weet niet hoe het Italiaans volkslied is. Ik krijg van meer op de Turkse volkslied, volgens mij. Turkse volkslied, ja. Ah. Overigens, ik heb jullie de voorspellingen gevraagd. Je kan nog tot 9 uur vanavond onze EK-pool invullen. En als je dat nou doet, maak je kans op dit fantastische shirt. Ontworpen door de beste shirtontwerper van Nederland, Floor Wesseling, Studio Wesseling. Samen met Cruijff Sports, als ik het goed zeg. Club Atelier. Maak je kans hierop. Dus tot 9 uur vanavond. Dus je hebt nog, wat is het? Even kijken. 54 minuten om in te vullen. Moet je even de pools invullen. En je 4 topscorers. En dan maak je kans op dit shirt. En de hoofdprijs. Een voetbalreis ter waarde van €1500. Beschikbaar gesteld door P1 Travel. Dat is wat. Ik zou hem graag willen winnen. Ja, dat kan me voorstellen. Waar zou je heen gaan? €1500. Ja, Classico. Classico. Jij? Heb ik nooit meegemaakt. Nou, ik zit niet zo vaak in stadions, gelukkig. Maar nee, ik zou toch naar Liverpool gaan. Wedstrijd van Liverpool kijken om de wedstrijd sfeer mee te maken. Ja. Ik ga met Simon mee. Oh, maar neem je ook Michele mee? Ja, zeker. Oh, okay. Heel goed, heel goed. En daarna gaan we samen wedstrijd met Dordrecht kijken. Ja. De sfeer is hier wel aanwezig, ook hier bij Club Atelier. De mensen die hier langskomen, zit voor het eerst publiek. Hallo jongens, leuk dat jullie er zijn. Het leeft hier enorm. En dat komt ook omdat wij er nu denk ik al 2 maanden mee bezig zijn. Maar vandaag ging Jaron voor het eerst op pad naar het Vondelpark om even te checken hoe de sfeer daar was. Het EK is weer begonnen en er hoort natuurlijk het Vondelpark bij. We gaan aan de mensen vragen of ze er al een beetje zin in hebben, voor welk land ze zijn en de eerste voorspellingen. Leeft het een beetje? Zeker. Maar wat leeft? Het EK natuurlijk. Tuurlijk. Maar vandaag is aankikken. 21 uur. Heb je er al een beetje zin in? Ja, op zich wel. Overal hangen de vlaggetjes. Dus ja. Komt wel in de stemming. Nee, ja, ik doe meer aan volleybal. Nee, ik kijk echt geen voetbal. Het spijt me. Waar heb je zin in? Waar heb je het meest zin in? Om met z'n allen gaan te kijken. Met een biertje, maar ja, dat kan niet echt, hè? Zijn jullie wel van Nederland, toch? Nee. Ja, tuurlijk wel, ja. Nee, geen landsverrader, hoor. Sowieso niet. Nou, Nederland natuurlijk. Tuurlijk. Ik doe mee aan een EK-pool en ik heb voor Nederland gekozen. Kijk eens aan. Het was de winnaar. Kijk eens aan. Voor welk land zijn we, dit toernooi? Ik ben van Oostenrijk. Oostenrijk? Ja. Dan komen we elkaar tegen in de pool. Ja, 17 juni zijn we zover. Ik vergeet die steeds, die naam steeds. West, hoe heet die? Weghorst. Horst. Dat had Nederland eigenlijk nodig, hè? Goede spits. Robin van Spersie. Hallo, ik ben... Het leeft. Robin van Spersie. Nou ja, hiermee gaan wij kampioen worden. Robin van Spersie, here we go. En vanavond, Italië tegen Turkije. Wat verwacht je? Italië. Ja, Italië gaat pakken. Ja. Nou, Italië sowieso wel winnen, denk ik. Ja, ik denk wel Italië. Ik hoop ook voor Italië. Nou, zeg maar 2-1 zou mooi zijn, toch, voor Italië? Gedeeltelijke... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, het leeft nog niet echt in het Vondelpark, laat ik het zo zeggen. Robin van Spersie, die doet niet mee. Is die ergens analist, dit toernooi? Nee, hè? Ik heb hem niet gezien. Nee. Wel jammer. Ik heb hem toen met die jongens van Jong Oranje in de kleedkamer gezien. Hij doet toch ook iets in Engeland? Ja, en voor mij is in Engeland ook wel eens een paar keer geweest, toch? Als analist. Oh, dat wel, ja. Jammer dat hij niet ergens in Nederland te horen is. Moet dus nog een beetje leven als ze in het Vondelpark hebben over Robin van Spersie. Jij hebt met Frank de Boer bij Ajax gewerkt. Je hebt met Frank de Boer bij Inter gewerkt. Heel veel te doen over hem als bondscoach. Ja. Jammer. Jammer? Ja, ik vind dat je moet aan het einde van het toernooi beoordelen of je het goed doet of niet goed doet. Al die kritiek dat hij nu krijgt, logisch, iedereen heeft zijn eigen mening. Hè? We hebben nu momenteel 17 miljoen bondscoachen. Ja, die hebben we altijd natuurlijk. Ja. Dus hij heeft zijn visie en hij wil het uitbrengen en hij is daarvoor verantwoordelijk. Dus ik zou hem gewoon rustig zijn werk doen. En als hij het goed doet, heeft hij goed gedaan. En als hij eruit... Maar wat is goed in jouw ogen? Ja, resultaat. Ja, wat is het resultaat? Ja, ik denk dat Nederland zelf al wel in de laatste 8 zeker moet eindigen. Wat vind jij van Frank de Boer, sponscoach? Ja, aparte beslissingen. Het is veel tegenstrijdigheden.
Ik vind het ambitieus dat hij een nieuw systeem in zo'n korte tijd erin wil slijpen bij de jongens. Ja. Want ik kan me herinneren toen Koeman wegging, dat Louis van Gaal geopperd werd. En toen hoorde je al geluiden vanuit de selectie komen van, ja, dat is zoiets anders. Het liefst iemand die ook een beetje in de lijn van Koeman denkt. En ja, als je dan in één keer iets verandert. Ik vind het ambitieus in zo'n korte tijd. Ja, ik heb een hele mooie discussie gehad met Jeroen Elshoff. Ja, vertel. En Jeroen Stekelenburg trouwens. Het ging erover dat ik zeg, kijk, als je nu begint met 5-3-2, waarom begin je er niet mee? We was van één keer eerder de laatste wedstrijd. Zegt hij, ja, maar dat waren allemaal nog kwalificatiewedstrijden. Dan wou hij niet sleutelen. Hij wou zich alleen kwalificeren. En daarna wou hij alles veranderen. Dus hij had ook niet eerder de tijd. En nog steeds vind ik het zeer ambitieus. Maar goed, hij heeft één groot voordeel. Hij kan altijd terugvallen op de oude bekende. Als hij echt merkt dat het niet lukt. Maar is dit niet ook de enige kans door het systeem aan te passen dat Nederland kans heeft om ver te komen in het toernooi? Ja, maar dan moet je het systeem wel goed uitvoeren. Ja. Maar als je dit systeem niet goed uitvoert, dan kan je wel problemen krijgen. Hij heeft wel spelers die het systeem kennen. De hele discussie waarom moet Gravenberg of De Roon. Het is al simpel, De Roon moet spelen omdat hij het hele jaar in dat systeem speelt. Maar het is toch wel gek dat hij dan bijvoorbeeld naar Hatenboer is dan afvallen. Maar Karsdorp had je prima in dit systeem mee kunnen nemen, toch? Hatenboer ook. In plaats van Dumfries die dit systeem nog nooit heeft gespeeld. Ja, maar goed, dan zullen ze waarschijnlijk gezien dat hij bij PSV speelt hij ook bijna als een wingback. Ja. Dus ze hebben ingeschat dat de kwaliteit van Dumfries goed genoeg zijn. Dat zijn hun beoordelingen. Maar De Ligt, De Vrij zijn echt gewend om met 3 achterin te spelen. Zeker. Ja. Dus, en daar begrijp ik ook waarom De Roon altijd speelt. Kijk, de kwaliteiten van het team zijn natuurlijk ook geschikt voor dit systeem. Alleen je moet bepaalde facetten wel, omdat je niet gewend bent om ruimtes te creëren, moet je wel erin slijpen. Kijk, dat je defensief nog niet 100% staat, dat vind ik allemaal niet zo'n groot probleem. Alleen je moet wel, en daarom vond ik het mooi dat we tegen zwakkere tegenstanders testen, Schotland, Georgië, dan moet je wel proberen deze wand die zich creëert uit elkaar te spelen. En dat was een mooi oefenen geweest. En nu kunnen ze wel kijken, wat ze vooral weinig diepgang. Je zag Dumfries 1 keer diepgaan en meteen gevaar met de lange bal van De Roon. Ja. Ik hoop wel dat we dat in de trainingen mee hebben genomen nu na de eerste wedstrijd van TK toe. Wat is het idee eigenlijk dat Oranje tegen dat soort landen heeft geoefend op weg naar TK? Nou ja, nummer 1 denk ik dat je niet al te veel keuze hebt. Er zijn natuurlijk al heel veel wedstrijden gekozen, of tenminste tegenstanders gekozen. Ja. Maar ik begrijp wel dat je een defensievere team neemt, omdat als de ruimtes wat groter worden, kunnen we allemaal voetballen. Want we hebben Frenkie de Jong. Ja. We hebben Wijnaldum, we hebben Memphis. Nou, dan maak ik me geen zorgen als de ruimtes groter worden. Als de ruimtes juist klein zijn aanvallend, nou, dan moeten wij creatief genoeg zijn. Dan wordt het lastig. En helpt een 5-3-2 dan? Helpt een Dumfries in balbezit dan op zo'n moment? Dat is een beetje... Ja, maar Dumfries moet de bal niet krijgen op de middenlijn in een 5-3-2. Hij moet komen. Of niet eens in de eigen... Hij moet gewoon gaan. Ja. Wat doe je daarmee? Daarmee trek je ruimtes. Alleen dan moet Wijnaldum niet uitzakken naar de rechtsbackpositie. Want dan vul je de ruimte op met iemand die er niet hoort te spelen. Want die moet weer diep zijn, omdat Memphis nog in de bal komt. Ja. Plus de groepsfase is ook een beetje een andere situatie, weet je. Oekraïne, Noord-Macedonië. Ja, je moet het spel gaan maken, ga ik vanuit. Ja. Toch? Ja, maar daarom heb je nu 2 zwakke tegenstanders gehad, waar je het spel ook moest maken, toch? Ze hebben Oekraïne onderschat. Maar Oekraïne is zwak? Nee. Ja, Nederland is op papier gewoon beter dan Oekraïne, toch? Is het zo? Ik vind van wel, ja, tuurlijk. Nou ja, Oekraïne is een grote ploeg, hè? Ja. Dus vandaar is het wel goed dat je tegen een team oefent. Georgië was eigenlijk ook best een grote ploeg. Vond ik, met snelheid eruit komen, nummer 11, nummer Zeker. 7. Ja. Had ik ook niet verwacht, trouwens. Ook die dus nummer 10, dat is niet verkeerd, ja. Mooi eroverheen. Maar ja, over Frank de Boer even doorpakken. Daar trouwens terug op de vraag, dat vond ik wel interessant. Ja. Het is niet of hoeveel ze gaan, waarom ze gaan uitvoeren en hoe. Het gaat meer, waarom hebben ze die keuze gemaakt? Daar heb ik nog geen antwoord op. Nou ja, waarom dat is omdat, wat ik hoor, is dat dit de enige kans is dat je met Nederland hebt om ver te komen. Zij hebben de afweging gemaakt, oké, als wij 4-3-3 traditioneel, gaan we niet ver komen. Dit is, ja. Zo'n 5-3-2 wordt relevant in de tweede ronde, denk ik. Of kwartfinale, snap je wat ik bedoel? Want je bouwt toch zekerheid op met 5-3-2. Ik denk dus dat je niet zo makkelijk maar deze... Ja, maar ik hoor overal dat 5-3-2 vooral bepalend wordt als je zeg maar tegen sterkere tegenstanders komt. Maar dat is niet zo. Een 5-3-2 kan je prima uitvoeren tegen zwakke tegenstanders met lopende mensen. En daar moeten we wel voor zorgen. En we hebben natuurlijk met Frenkie de Jong, met Maarten de Roon, is ook geen diepgaande middenvelder. En met Memphis, vooral spelers die in de bal willen spelen. Dus je moet eromheen spelers hebben die ook echt letterlijk blind gaan lopen. Zoals een Gosens en een Hatenboer bij Atalanta. Ja.
positief bedoeld, hè? Ja. Blind gaan lopen. Ja, ja. Dat is echt positief bedoeld. Ik hoorde gisteren advocaat bij VI zeggen, wat toch een soort verdedig ingestelde coach is. Zeker. Die pleiten voor 3 aanvallers bijvoorbeeld. Die pleiten ook voor meer voetbal. Ja. Maar die wil Steven Berghuis zien. Ja. Of een Malen. Ja, maar ik vind het wel grappig dat hij dat zegt. Als je dit jaar tactisch bent overklast als ploeg als Heerenveen AZ, dat hij nu gaat zeggen hoe Oranje moet spelen. Terwijl hij het met Feyenoord nog ineens waar kon maken, tactisch tegen Heerenveen en AZ. Maar dat kan ik beamen. Even terugkomen op Michele, want jij vroeg, de vraag is nog steeds je beantwoord. Ik denk dat de kwaliteit van de spelers die wij individueel hebben, ja, perfect in dit systeem passen. Want? Want ik vind dat wij met, ten eerste hebben we 3 centrale verdedigers. Nou, inmiddels zelfs meer, want ik vind Timber ook nog een hele goede indruk maken. Ja. Dus we hebben hele sterke centrale verdedigers. Dus met z'n drieën, we hebben loopvermogen aan de zijkant. Oké, Wijndal heeft het tot nu toe nog niet kunnen laten zien in dit systeem. Maar Wijndal is natuurlijk ook predestineerd om echt veel op de helft van de tegenstander te spelen. Nou, dan heb je altijd de dekking met 3 centrale verdedigers. Je hebt altijd een zittende 6, die altijd de bescherming geeft in de verdediging. Daarom is hij zo belangrijk, dus hè, de Roon? Ja, tuurlijk. Ja. Hij is zo perfectionistisch in de positiekeuzes. Ja. Ruimtes afdekken, ondersteunend aan de 3 verdedigers. Ook ondersteunend aan het middenveld. Dan heb je met Frenkie een speler die in mijn ogen uit alle situaties kan spelen. Dus dat maakt niet zoveel uit. En met Wijnaldum weer een speler. En ook nog met Klaassen. En die had het ook met Van der Beek gehad. Echt met diepgaande middenvelders. Dus je hebt daarvoor wel spelers die dat echt kunnen spelen. Ja. Het enige probleem wat ik toen nu heb gezien is dat je, als je met 5, en dat is, vind ik al vaak het misverstand, je gebruikt als voorbeeld Atalanta, dat zei Frank zelf ook, dat soort clubs, zij komen nooit met 5 verdedigers. Nee. En dat gebeurt bij Nederland wel heel vaak, waardoor je daarna nooit echt meer, of heel moeilijk is om druk op de bal te krijgen. Ja. Dus ze dwingen je om naar achteruit te lopen. Maar dat was niet de bedoeling, hè? De bedoeling was dat Dumfries, ja, maar druk zet, maar het werd niet uitgevoerd. Ja. Alleen wat heeft Georgië slim gedaan? Die hebben de 3 heel wijd getrokken. Ja. En je zag dan Kasia, die trouwens een hele goede wedstrijd speelde. Zeker. Vond ik, in balbezit iets minder, dan kan hij veel beter. Maar vooral in balverlies. En dan trok ze heel breed. En je zag opeens Memphis en Weghorst wijd staan. En daardoor werden de backs. En dan moet je met de middenveld eruit stappen. Ja, of je zet gewoon een spits op die centrale en je laat een back helemaal doorstaan. Jullie zitten heel tactisch te praten. Ik kreeg de berichten vanuit het kamp van Oranje dat Frank de Boer geroemd wordt om zijn tactische kennis. Hoe was dat in jouw tijd? Ja, het was wel iets waar hij wel mee bezig was. Ja? En, Want hij bij Inter, bij Crystal Palace en bij Atlanta United heeft hij nou nooit, in ieder geval, hè, wat ik heb gezien, zeker in de MLS, maar ook in de Premier League, heeft hij zich nooit laten zien als een coach die op tactisch gebied andere managers of andere trainers wist te overtreffen. Ja, kijk, ik, bij Crystal Palace en Atlanta was ik er niet bij. Bij Inter, hij is wel een trainer die hij weet wel wat hij zelf qua systeem. Daarna moet je toch uitvoeren en je moet zorgen, ja, dat je de spelers hebt om het overbrengen. Ja, en ook de juiste spelers om het uit te voeren. Bij Inter ineens gaan spelen zoals je bij Ajax voetbalt, was een beetje lastig qua soort spelers. En daar heb je tijd voor nodig. En dat heeft hij bij Inter zeker niet gehad. Ja, en de vraag is natuurlijk, krijgt hij daar genoeg tijd voor? Nu, om het idee wat hij heeft? Ja, het is niet alleen Frank, hè. Het heeft een hele staf. En ze zijn het hele jaar bezig en ze hebben andere wedstrijden tussen gehad. Dus ik hoop voor ze dat ze dat over nagedacht hebben. Voorin, ik zag iedereen ongeveer roepen dat het duo Malen-Memphis moet worden. Dat is gek, want Wout Weghorst heeft nu 2 wedstrijden gespeeld. Maak je nog zorgen dat Wout gaat starten? Maak ik me zorgen dat Wout gaat starten? Nou ja, omdat ik zie nu heel veel andere praatprogramma's en analisten die zeggen, je moet met Memphis en Malen voorop gaan spelen. Ja, dat gaat hij nu niet meer doen na deze 2 wedstrijden, nee. Hoe komt hij ervan uit dat Wout bij Weghorst? Is dat door dit systeem? Dat hij nu zegt, oké, als we met 2 gaan spelen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat mij dat natuurlijk ook verbaasd heeft. Verbaasd ook er nooit bij zijn en dan opeens in de basis starten. Tweede wedstrijd in de basis en nu ervan uit ga ik ervan uit dat hij zondag ook in de basis gaat starten. Dat vind ik opvallend. Het geeft wel aan dat de trainer verder kijkt dan dat ik had verwacht dat hij kijkt. Ja. Want ik heb natuurlijk ook gedacht, vorige selectieronde, de wedstrijden, de uitnodiging waar hij helemaal niet bij de selectie zat, waar hij afviel in de voorselectie. Ik dacht van ja, nu wordt het EK halen echt ontzettend moeilijk. Daarna was wel hele goede communicatie, ook met de bondscoach. Dus daar was alweer iets meer hoop. Nou ja, nu speelt hij. En wat ik nog even daarbij toe wil voegen eigenlijk. We hebben het de hele tijd, je hebt volkomen gelijk, je hebt het net over de staf gehad. Maar als de spelers op het veld dit systeem adapteren en ook overtuigd zijn van dit systeem, hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken. En als dan bijvoorbeeld ook de geluiden horen wat we zeggen in de verdediging, in het middenveld, maar ook voorin, wij kunnen elkaar vinden,
wij weten wat we moeten doen en dat wordt steeds beter per training. Ja, dan maak ik me geen zorgen. Als de staf het allemaal wil en de spelers eigenlijk het niet willen, dan is het kansloos. Zouden ze dat zeggen? Ja. Is hij nou in de selectie niet echt... Jawel. Natuurlijk wel. Memphis, Frenkie. De Ligt. Absoluut. Frenkie. Jullie hebben het gevoel dat dit systeem voor hen ook... Zelfs Maarten Stekelenburg, nu terugkomend als oude vervaren... Nee, de bondscoach of de keeper? Nee, de keeper. Die zal er ook zeker wat van zeggen. Dus we hebben daar eens een keer spraakverwarring over komen? Dat de trainer zegt, ja, Maarten Stekelenburg morgen om 10:00 bespreking. Dat die assistent denkt, heeft hij dat tegen mij of dat de keeper heeft? Ik denk dat ze verschillende namen krijgen in het team. Ja, heel goed. Overigens... Over de staf, daar ging het vanochtend heel lang. Jack van Gelder was te gast in de krantjes. Elke ochtend om 9:30 is Joost Hofman er. En dan bespreekt hij de krantjes met steeds een andere gast. En vanochtend was dat met Jack van Gelder. Lekker. Oh, lekker. Wat jeetje, dit is wel heel chic. Ja. Hoe laat is morgenochtend? Ja. Nou, een van de leukste verhalen is dat we op een gegeven moment gingen stappen met de spelers. En dat was na een wedstrijd. En dat de spelers altijd keken of Ronald Koeman, hoe laat hij wegging, want dat was de captain. En die kwam een keer, die ging om 5:30 de bar uit, want het werd niet donker in daar. Het was midzomernacht toestanden. En de volgende ochtend kwam ik Rinus Michels tegen en die zei... Ronald Koeman kwam eerst naar me toe. En die zegt, jongen, ik heb een mazzel gehad. Hij zegt, hoe laat zal ik... Ja, hij zegt, nou ja, ik ging om 5:30 de kroeg uit. We liepen samen naar buiten. En ik loop het hotel in en dan komt Michels eruit. En die Michels zegt, hé jongen, hé Roland. Want die zei altijd Roland, hè, nooit Ronald. Lekker vroeg te veren, loop even lekker mee, jongen. En dus Koeman zegt, ik heb een mazzel gehad. Die heeft dus niets gemerkt. Een 6:30 later komt Michels naar me toe en zegt, die Roland is toch een goede vriend van je? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, dat zeker dat ik achterlijk was. Ik heb 1.5 uur gelopen, maar 1 meter daarachter, want die gozer die muurde naar alcohol. Ja, dat waren mooie dingen. Dat was de laatste keer. Frank de Boer is ook bekritiseerd vanwege zijn communicatieve vaardigheden. En zat ik opeens te denken, was het geen goed idee geweest om jou erbij te betrekken als een soort van Kees Jansma-achtige rol? Nou ja, ik heb dat ook aangegeven bij Guus Hiddink na het WK 2014. Dat ik het ontzettend leuk zou hebben gevonden om Kees op te volgen. Omdat ik het leuk vind om een groepsproces mee te maken. Het is wel het rookie-team op een groot toernooi wat er nu naartoe gaat. Frank de Boer is nog nooit hoofdcoach geweest op een eindtoernooi. Van Nistelrooy nog nooit assistent op een eindtoernooi. Maarten Stekelenburg en Dwight Lodewegers zijn nooit op een eindtoernooi geweest. Ik begreep dat een van de scouts Gert Aandewiel is van Quick Boys. Nou, dan denk ik, ja, het had allemaal wat anders gekund. Ja. Bas is een rookie. En als je nu aan mij zelfs vraagt wie is de opvolger van Hans Jorritsma, ik heb geen idee. Ik hoop niet dat je mij vraagt. En Hans Jorritsma was echt dus zo belangrijk. En dan kunnen de fouten die er nu zijn ontstaan niet ontstaan. Nee. Je weet als je een persconferentie geeft en je hebt Donny van de Beek geselecteerd, dat een van de eerste vragen is waarom Donny van de Beek? Ja, Jack gaat nog even door over de rookie mistakes. Over Donny van de Beek. Wat hij over heeft gezegd. Top 6. Spelen van Oranje met de meest gespeelde minuten en dat soort dingen. Over de begeleiding, dat het heel erg onervaren is. Jij schrok er een beetje van die woorden. Nee, ja, over weet je, die foutjes die hij maakt, dat is stom. Maar ik begreep het argument over die onervarenheid in een technische staf niet echt. Nou ja, kijk, vroeger had je een teammanager die al 20 jaar meeliep, Hans Jorritsma. Dus een nieuwe teammanager. Frank de Boer is... Als je vergelijkt met de vorige bondscoaches... Heeft een eindronde meegemaakt. Nee, maar is onervaren. Ik denk dat hij daar een beetje op ligt. Ja, maar ja. Hoe kijken jullie ernaar? Ik zie dat niet als een probleem. Niet in deze setting. Genoeg mensen die al toernooien hebben meegemaakt. Dus ik, Nee, maar het is meer als je kijkt naar de andere toernooien. Van Gaal was heel ervaren als coach. Van Marwijk was heel ervaren als coach. En hoe was die staf van hun? Wat zeg je? Was de staf van Louis? Ja, je had in 2000... Ook weer onervaren, toch? Ja, Cocu, de Boer. Was hij heel onervaren. Er is gewoon balans. Cocu Voorn, hè? Niet vergeten, 2010. Ik denk trouwens dat het wel belangrijk is dat Ruud van Nistelrooy erbij is. Ja? Zeker. Ja, want je ziet ook aan de lijn hoe hij praat en welke aanwijzingen geeft. Ik denk dat hij een aardige, prominente rol krijgt in deze... Ik heb hele goede geruchten over hem. Ja, ik ook. Ik hoor sowieso heel veel goede dingen over hem. Van wil heel geleidelijk zijn carrière opbouwen. Ja, ja, en men wil hem eigenlijk... Heel veel mensen willen hem veel liever al wat meer pushen en wat hoger brengen. En hij zegt dan, nee, laat me maar even... Dat is Mark van Bommel gebeurd, hè? Die deed ook knap. Eigenlijk in de Luwte. Ik vind het heel knap. Onder 19 en die werd toen hoofdtrainer. En
Ruud van Nistelrooy is nu van onder 19 eerste trainer van Jong PSV, hè, volgend seizoen. Ja. Ja. Wordt tegenstander voor jou? Mijn eerste tegenstander. Jouw eerste tegenstander? 6 augustus. Ben je al aan het analyseren, Jong PSV? Nee, je hebt natuurlijk geen idee wie erin komen, of wel? Ik zou niet eens weten met welke spelers ze gaan spelen nu. Ja, dus, heel goed. Ik moet eerst mijn eigen team in elkaar zetten. Zo is het. En er is geld. Er is geld bij Dordrecht 90. Er is ietsjes meer geld dan vorig jaar. Ja, zeker. Nog even iets opvallends wat Jack van Gelder zei. Timber moet gaan spelen. Ik denk dat hij daar wel van uitgaat dan dat De Ligt de eerste wedstrijd niet speelt. En als De Ligt niet speelt, dat dan Timber moet gaan spelen. Ik denk niet dat Jack van Gelder zegt, De Ligt op de bank houden en Timber moet spelen. Nee, ik moet je zeggen, ik denk dat het ook ligt tegen wie je speelt. Ik begrijp wel, de eerste wedstrijd, nu dat De Ligt waarschijnlijk niet speelt, dat Timber moet spelen. Ik zei het verkeerd, want wat hij zei vanochtend is, als De Ligt speelt, moet Timber rechtsback. Maar De Ligt kan niet aan de linkerkant spelen. Nee, want dat heeft hij gezegd tegen Schotland, toch? Ja. Ja, toen stond hij bij Jeroen Stekelenburg en zei hij, ik stond voor het eerst links in de driemans verdediging. Dat was niet zo lekker. Dat was toen in mijn ogen het grootste probleem in de opbouw van Nederland. Hoe gaat hij dan spelen? En Daley Blind tegen Georgië. Ik heb Daley sinds hele lange tijd echt wel live zien spelen. Ja, de finesse en de positiekeuzes en de balvaardigheid en de rust. Kijk, Daley, en vooral als je zo speelt tegen een team waar je in balbezit bent, veel... Ja, kan ik me zelfs voorstellen dat je misschien een keuze maakt, De Vrij of De Ligt. En dan met Timber en Blind. Ja. Zeker met drie. Ja. En zeker aan de rechterkant waar De Roon speelt. Want die gaat daar juist ruimte maken. Goed, dus hij zegt eigenlijk, De Ligt dus centraal. Blind dan links en Timber rechts. En waar is De Vrij dan? Ja, of De Vrij voor De Ligt. Ja, ik zou altijd met De Vrij spelen. Nee, hij zegt als De Ligt speelt. De Ligt speelt sowieso. Ja, dan maar dat is wel raar, toch? Dat je dan... Timber kiest boven De Vrij, of niet? Ik zou het nu nog niet doen, maar ik begrijp wel zijn standpunt. Want De Vrij speelt toch ook bij Inter. Als je drie man achterin speelt, speelt De Vrij maar je moet het een beetje scheiden. Als je het vanuit kijkt, vanuit balbezit, hè, waar we eigenlijk in Nederland heel graag over hebben altijd. Dan begrijp ik, dat vind ik echt super logisch wat Simon zegt. Timber rechts en met Daley links en één van de twee centraal. Want ook met Timber tegen Georgia tussen middenveld in, dribbelen met een rust. Het leek net of hij 30 jaar oud was. Echt ongelooflijk. Ja, ja. Als je het verdedigend gaat bekijken, ja, dan gaan we in centimeters ook rekenen. Dan zijn we een beetje schaars met Daley en met ja, dat vind je ook belangrijk, dat je daar naar kijkt, zeg maar, nu als je je achterhoede gaat samenstellen? Ja, verdedigers moeten eerst verdedigen, toch? Nee, maar jij zegt over lengte, dus dat heel belangrijk is. Ja, dat is wel een beetje overal in de voetballerij. Er wordt wel altijd gekeken naar verdedigers, wat ze ook fysiek inbrengen. Maar je noemt lengte, maar je bedoelt natuurlijk ook wel de kwaliteit fysieke kracht, als verdediger. En verdedigen. Ik bedoel, De Vrij en De Ligt zijn de beste verdedigers van de serie, die we hebben. Ja. Dus het is logisch als je tegen... Ik zelfs tegen Oostenrijk, denk ik, zal ik altijd met die twee spelen. Want ik denk dat we Oostenrijk onderschatten. Ik denk sowieso in deze groepsfase, weet je, hoe meer voetbal inderdaad, hoe beter. Dan zou Timber ook een logischere keuze zijn, maar... Ja, De Vrij, dat is gewoon een rots in de defensie bij Inter, weet je, op zo'n... Waar is hij over zijn ontwikkeling, hoe hard dat is gegaan? Bij Timber, ja. Hoeveel wedstrijden heeft hij in de eerste van Ajax gespeeld? 15, denk ik. 20? 15, 19. Ja. Hij heeft nog in de KKD gespeeld vorig jaar. Hij heeft in de KKD gespeeld, snap je? Het gaat wel heel snel allemaal. En het is een fantastisch talent. Maar Jack gaf later ook in een stuk aan van... Als je op rechts moet twijfelen tussen Dumfries en Timber... Ja, dus je zou hem ook nog... Timber is wel meer voetballer dan Dumfries. Ja, maar niet in 3-5-2. Want in 3-5-2, definities, hè, wingback. Je moet inhoud hebben. Je moet vliegen. Ja, vliegen. Echt vliegen. Maar heen en terug. Hoe zal Hans Hatenboer zich nu voelen? Piss off, denk ik. Ja, nee, hij is zichzelf afgemeld natuurlijk. Bij Oranje, omdat hij last had. Ja. Maar ik denk dat de kaart door pist is. Ja, zeker. Ja. Atalanta hij is dan, weet dat je... was meteen 10 miljoen meer waard. Ik denk dat Karst op zichzelf wel in dit systeem had gezien. Ja. Alhoewel, hij is op het laatste moment even een goed jaar gehad en even bij de vorige selectie gezeten. Maar ik moet het nog echt met Dumfries zien, man, in dit systeem. Heeft Frank de Boer niet in Promes als linksback gespeeld in een 5-3-2? Rechtsback. Had hij ook aan, ja. Dat Promes als wingback ook eventueel kan spelen. Rechtsback. Maar niet met Frank, toch? Nee, niet met Frank. Bij Koeman, ja. Ja, bij Koeman. 5-3-2, rechtsback. Rechts, nee. Hij heeft ook links gespeeld volgens mij. Ja, volgens mij ook. Bij Sevilla heeft hij links gespeeld. Ja. En dan bij Oranje rechts. Ja. Als wij echt noodzaak hebben met diepte... Laten we even opstellen, dan had hij dat toch nu al gedaan? Maar dat is een wisselmoment. Niet van begin af aan. Nee, maar nu, hij had dan nu geprobeerd toch in die oefenwedstrijden? Ik denk wel dat hij als alternatief... Misschien op de training, ja. Met veel ruimte. Als je echt ruimte hebt, een rechtspoot op links, kan je wel goed gebruiken.
Het is matchday min 2 voor Oranje. Hè, dus het duurt nog even. We kunnen het morgen ook weer uitgebreid over hebben. Zometeen, over een half uurtje, jouw Italië tegen Turkije. De opstellingen zijn bekend. Maar ja, laten we even kijken. We pakken maar gelijk maar even bij. Italië erbij. Jij voorspelde hem zo, Michele. Ja, beste middenveld van DK. En alleen die ik mis, Chiesa. Ja, die kan invallen. Ja, dat is meestal als je op de bank zit. Ja, maar het is toch een super luxe. Je hebt maar gewoon... Chiesa heeft het toch super goed gedaan bij Juve? Ja, maar Berardi heeft het super goed gedaan bij Sassuolo. En Insigne is... Maar vind je dat niet een wereld van verschil? Berardi, nee. Geen wereld van verschil. Nee, maar als je het goed hebt gedaan bij Sassuolo... of je, doet het, je laat het goed zien bij een absolute topploeg als Juve? Maar ik denk niet dat Chiesa het meer heeft laten zien... los van waar dan Berardi. Berardi heeft het gewoon verdiend. Alleen... kom je terug, kijk, Juventus hier in de Champions League. Ja. Waardoor je, Kees heeft die wedstrijd tegen Porto fantastisch gedaan, waardoor het blijft op je Netflix. Maar als je de Serie A elke week volgt, en toevallig volg Sassuolo heel erg. Het is een goede clubje waar ik heel veel naar kijk, omdat veel vrienden heb ik daar. Ja, Berardi is gewoon een fantastische speler. Jij vroeg voor de uitzending, als we kijken naar de opstelling van Italië, hè, wie Michele allemaal onder zijn hoede heeft gehad. Hoeveel zijn het er? Van dit groepje 2. Barella en Jorginho. Jorginho toen hij nog onbekend bij San Benedettese speelde. Wat zei je, sorry? Een hele onbekende clubje in Noorden, bij Verona. Ja. Als ik daar jeugdtrainer, zat Jorginho als jonge Braziliaan erbij. Dat is dus speler die Pep Guardiola koste wat kost wil hebben, hè, bij City. Ja, Jorginho is... En Chelsea heeft hem net voor de deur... Jij zat bij zo'n klein clubje, dan speelt zo'n jongen daar. Wat denk je dan? Dat is hij zo goed. En toen daar ging hij weer direct naar Napoli toe. Eerst Verona en dan Napoli. Ja. Maar in Barella, ja. Maar Barella is zo'n groot talent. Ik las ergens een interview dat hij zei... ik neem een penalty zo omdat Michele Santoni ooit heeft gezegd... je moet ze zo nemen. Nee. Hij neemt meer rust aan de bal waarschijnlijk. Maar deed hij omdat toen ik... al? Toen hij bij mij bij Cagliari zat, had hij één defect. Hij deed alles 100% op volle snelheid... waardoor hij soms wel verkeerde keuze maakte. Maar die pingels, Jorginho, nam hij al die pingels zo? Ja. Vroeger? Ja, het is een Braziliaanse speler. Je zag het toen meteen. En hij kwam het voor toevallig door een vriend van hem was een zaalvoetbalspeler. En die nam me mee als, oké, ik geef je een kans in Italië om te voetballen. En dus wij speelden toen Serie D. En hij mocht bij onder 19 waar ik zat meedoen. En die zag meteen dat hij te goed was. Dus hij ging meteen naar het eerste elftal. Als 17-jarige. Een jaar later stond hij bij Verona. Een jaar later zat hij bij Napoli. Ongelooflijk, toch? Heerlijk. Het lijkt me zo voetbal kan zo leuk zijn. Bizar dat je dan zo jong in je groep hebt. Dat je denkt eigenlijk, ja, je bent wel veel te goed voor deze groep. Ja, nee. Weet je, het mooie van deze jongens, Barella en Jorginho, is fysiek. Ja, goed, nu Barella heeft wel een redelijke kracht opgebouwd. Ja. Maar op de 18, 19-jarige leeftijd waren gewoon klein inge mannetjes. Maar ze lieten gewoon de reis gewoon lopen. Ja. Echt, ze hoefden ook niet eens veel te doen. Maar waar heb je Barella gehad bij Cagliari? Cagliari. Ook hetzelfde gevoel wat je had met Jorginho? Dat je dacht, deze is veel te goed? Sowieso, maar bij Barella had ik ook meer het gevoel... hij is echt het prototype van de moderne voetballer. Want? Want hij deed ook echt alles energiek, dynamisch, box-to-box, karakter, winnaar. Hij was... 3 jaar geleden, dus hij was toen 20, dus een jaar voordat hij naar Inter ging. Hij was toen al de leider. Gewoon de baas van iedereen. Dat is in Italië eigenlijk nog veel knapper, hè? Als je op die leeftijd al de leider bent, aangezien het daar toch? Ja, algemeen Italië wel, moet ik zeggen. Bij Cagliari, hij is echt een Sardine, Sardinië komt hij. Dus hij was wel meteen heel gezien als de stambeeld van de club. Want ze wilden heel graag alleen maar mensen uit het eiland. Ja. Dus wij werden wel meteen eruit geplukt om... Hij moest het ook maken voor het eiland, voor de volk. Dus... Heb jij nog favorieten bij de Italianen? Ik ben heel benieuwd naar het tandem Insigne-Spinazzola. Ja. Tegenover Yasici en Çelik. Ja, we gaan het zo over dat Turk hebben. Dat worden hele mooie duels, denk ik. Ja, het is wel... Laat ik vooropstellen, voor mij laatste 28 wedstrijden 27 keer gewonnen of zoiets. Of 27 keer niet verloren. Het zit gewoon... Zelfs meer, denk ik. Ja, het zit gewoon heel goed in elkaar. Wat heeft hij nou veranderd sinds hij is aangetreden, Mancini? Ja, het zijn heel veel factoren. Kijk, 1, goede generatie. Dat is elke bondscoach afhankelijk. Het zijn gewoon goede spelers. Ja. Die leeft ook van de Serie A. Van de afgelopen paar jaar wordt beter gevoetbald. Dus ook weer een betere trainer, een jongere trainer.
Niet vergeten, Locatelli, hè? Ook jonge jongen van Milan, maar komt hij bij Sassuolo. Er zitten gewoon twee spelers van Sassuolo in de basis. Ja. Dus mijn vriend de Zerbi heeft het wel goed gedaan. Ja, ja, maar dat is wel heel bijzonder eigenlijk, toch? Als je kijkt naar het verleden, de Italiaanse ploegen, waren het altijd bij de topploegen die zeg maar, hier in het Italiaanse elftal speelden, toch? Ja, maar nogmaals, in Italië is voetbal ook aan zich ontwikkelen. Kijk, ja. Dus, ik vind altijd, het is een cirkel. Ja, je hebt een aantal decennia is weer Duitsland, een aantal decennia is weer Nederland. Italië heeft nu heel veel jonge, goede trainers. En die hebben gewoon zo gedaan dat ja, echt talent is gekomen. De jongens kunnen ze voetballen niet zoals Italië iedereen denkt. Nee. Het is geen Catenaccio meer. Nee. Het is gewoon aanvallend, 4-3-3, fris, dynamisch. Zelfs soms bijna overdreven, vind ik. Ja. Ja, ik las ook, ik zag vanochtend trouwens wel bijzonder. Ik weet niet hoe vaak dat in de geschiedenis van La Gazzetta dello Sport is geweest. Ah, daar hebben we hem. Niet dus hè, in het roze, zoals we de krant kennen, maar in het blauw. Hoe vaak doen ze dit, Michele? Nooit. Ik heb het nog nooit meegemaakt, denk ik. Misschien wel de bekendste sportkrant ter wereld, toch? Ja. Alleen al door de kleur. Ja. Maar misschien de eigenaar die is aan het bezuinigen, dus die wilde niet meer roos printen. Ja. Nee, maar het is wel. Ik heb echt genoten van de rollout en de hele, ja, ik weet niet. Campagne? Marketing rondom dat Italiaans elftal met eerst die tv-uitzending. Maar ik dacht van Nederlands. Die was verschrikkelijk. Iedereen wist de selectie al. Heb jij die gekeken, die Italië, die hele show? Nee, ik wist niet dat die er was. Ik kan geen Raiuno hier zien, maar ik heb het wel teruggekeken, dat wel. Maar ook die, ja. Ik weet niet of we dat elftal foto hebben van Italië en die pakken. Schitterend, man. Ja, dat is ook wel een extra wapen van Italië. Wat ik in Nederland. Uiterlijk? Nee. Dat is van ieder toernooi. Nee, de trots dat die jongens hebben om voor Italië te spelen. Het is ja, zo moeilijk om het over te vertalen. Maar als je. Even, jij zegt, je hebt die show teruggekeken. Wat dacht je? Geweldig. Echt Italiaans. Voor de mensen die het gemist hebben, er zijn spelers gaan zingen. Er zijn spelers die spelletjes hebben gespeeld. Het duurde 28 uur voor mijn gevoel. Er gebeurde echt van alles. Ja, nogmaals, ik had het gevoel, die selectie is nog steeds niet bekend. Jawel, was al lang bekend. Nee, maar ja. Dit is gewoon niet. Ja, het is cultuur. Simon, wat er allemaal gebeurde? Het was een avond. Nee, ik heb niet gehad. Een show? Mancini ging ook zingen. En hoe je de bondscoach ging zingen? Dat Frank de Boer. Nou ja, Edam. Heeft natuurlijk waarschijnlijk iets Volendams in zich, Frank de Boer. Kan waarschijnlijk ook zingen. Maar dat hij gaat zingen op een avond dat het bekend wordt gemaakt, de selectie van het EK. Kom omdat we Euro Songfestival hadden gewonnen. Dus. Ja. Nee, dat was ook niet verkeerd. Zoiets flamboyant. Die jongens waren ook goed trouwens. Ja. Kan ook echt alleen bij Italië hoor. Ik zie Frank dat niet zo snel doen. Maar ik heb echt, weet je ook. En ik zou niet eens raar vinden dat Mancini zelf dat bedacht heeft. Hè? Ja? Hij is zo bezig, niet eens met tactisch en met voetbalinhoud. Hij is zo bezig om een sfeer, een positieve sfeer te creëren, hè? Dat heeft hij echt voor elkaar. Het is echt een team. Jullie twee hadden nog een anekdote over de kweertjes. Dat de eentje ja, niet lichtblauw aan had. Eentje niet, ja. In Italië heeft toch dat hele mooie Armani-pak spelers met zo'n Japanse-achtige kimono-kraagje. En de staf met een normale jasje lichtblauw. Dat is één persoon van de staf die heeft het blauwe jasje niet gedragen, hè? Lichtblauw. Dat is Daniele De Rossi. Uit bijgeloof. Die gaat niet in de laatste kleuren rondlopen. Nee? Nee, echt. Jij is de enige die rondloopt met een donkerblauw jasje. Dat is wel echt heel mooi. Moet je googelen. Italië, hebben we het lang over gehad. Is het tijd voor jou, Turkse vrienden? Ik heb ook het gevoel dat dit Turkije vanavond in een openingwedstrijd, wat jij hebt het over, passie, trots voor je land mogen spelen. Ze doen in ieder geval niet onder voor Italië, nee, de Turken. Nee, dat Hier de opstelling met, ik denk wel de bekende opstelling. Wij keken natuurlijk te kijken of onze grote vriend uit Rotterdam. Maar dat is ook niet te verwachten. Een kutje op de bank. En het gaat natuurlijk om de man die dit jaar Lille kampioen maakte in Frankrijk. Burak Yılmaz voorop. Het is een onwaarschijnlijk verhaal. Hoe hij terugkeerde in Europa uiteindelijk. En hoe hij nu Lille bij de hand heeft genomen. Maar ook Turk zelf dan. Het is ongelooflijk toch? Ja. En Nederland aan Gort heeft gespeeld. 2 keer. Ja, zeker. Ja. Ja. Er worden ook leuke duels, hè? Burak tegen Chiellini en Bonucci. Ja. Oude rotten, maar. Hoeveel eindtoernooien spelen die twee nog? Bonucci en Chiellini. Gaan die nog af? Chiellini is. Nou, Chiellini misschien nog. Ik dacht dat hij had gezegd dat EK de laatste. Maar ja, nu toch nog een jaartje erbij pakken. Misschien de WK. Bonucci is toch ietsjes jonger, hè? Dus het geldt 4 jaar misschien. 36? Is hij Bonucci? Bonucci is van 87. Of 88, 87. Dus die is 34. 34, ja. Schelde 3-4 jaar, hè, Bonucci. Bonucci is niet zo
het is zo gek, want je neemt ze altijd mee in dat rijtje, toch? Dat, ze ook, dat je ook denkt... ja, Bonucci is 34, ja. En Chiellini, wat, hoe oud zei je? Die is van 1984, dus... Ja, 36. Die, dat zijn nu 12 maanden, geen 24 maanden tot de volgende. Daarom, daar zijn zo een jaartje. Hot take, 40 centrum, Italië of Turkije? Demiral en Cernucci, wat? Nee, Italië nog steeds. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja, voor mij wel. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind wel... ik twijfel, want ik vind wel apart dat, Mancini wel met allebei begint. Dat heeft Juventus het hele jaar niet gedaan. Nee, hè? En die andere van Juventus, Demiral, start natuurlijk. Staat aan de andere kant. En ik Leicester, ja, Kabak op de bank. Ik had dat Acerbi verwacht. Dat is wel echt bizar als je ziet wat voor centrumverdedigers je hebt als Turkije. Ja. Toch? Nee, eens. De kwaliteit is, sowieso van het team. Ik heb natuurlijk heel vaak zien spelen in Duitsland. Ja. Sowieso is het, Turkse elftal, ook wat op de bank nog zit, ook met jong talent nog. Heel frisse spelers erbij, ook individuele, wat we natuurlijk wel vaak te kennen. Individuele kwaliteit, maar het zijn inmiddels spelers die individueel sterk zijn en teamtactisch kunnen spelen. Terwijl ze bij Fan of bij Ziktas nog spelen. Dus ik ben wel benieuwd naar de Turkse elftal. Ik ook. Wel heerlijk ook. Ik heb naar de, vrienden van neutrale kijkers geluisterd. 3 tegengoals in de hele qua kwalificaties. Ook een... Ja. En die krijgen ze vanavond weer, direct, in de eerste wedstrijd. Ik ja, dat verwacht je? Ja, ik verwacht het wel. Ja. Ik denk dat ze vandaag nog even verrast worden. Ze doen het wel sterker tegen sterkere landen, zeg maar. Ik moet trouwens mijn excuses aanbieden aan iedereen die in Edam woont of in Hoorn woont. Mensen zijn woedend dat ik zeg, als je in Edam woont, dat je dan ook iets Volendams in je hebt of uit Hoorn komt. Oprechte excuses. Op weg naar dit EK hebben we een try-out gedaan met heel veel bekende Nederlanders. We zochten namelijk iemand die de EK-quiz dagelijks bij ons kon doen. Simon Tjommer deed ook een try-out. Laten we even kijken hoe dat ging. Nieuw. Ik ben hem kwijt. Nee. Nieuw. Skoola is er weer met een nieuwe vraag vandaag. Die ik op dit moment niet meer weet. Want weet je wat het probleem is? Ik ben nu met andere dingen bezig dan met de vraag. En we gaan nu gewoon tijd verspillen voor de camera. Ja, zo zijn we er eenmaal. We staan gelukkig niet in de zon. Nee, die heb ik niet in mijn hoofd. Tap 5. Zo, nu tap 6. Tap 7. Tap 8. Tap 9. En ik ga je zeggen, door die laatste kus op de camera kunnen we hier bekendmaken dat Simon Tjommer dagelijks een EK-vraag gaat stellen. De Skoola EK-vraag. Ik weet hem niet meer. Nee, geintje. Nou ja, je hebt het goed gedaan. Nee. Je repetitie was helemaal niet zo slecht, hoor. Nee, het was... 4,5 uur in de brandende zon gestaan. Het mooie was, we hebben een aantal vragen opgenomen. Ja. En eentje was iets langer dan de andere. Die iets langer, die duurde wat langer. Ja. Elke dag ga je het doen. Zeker als je hier bent, doe je hem live. Dat is spannend. Ja, heel je mag spannend. De camera pakken, dat is die camera. Weet je de vraag nog? Maar, of moeten we even naar een reclame? We moeten even reclame. Kan iemand vasthouden daarachter? Even. Nee, maar ik wil even. Het gaat wel om Skoola, want dat vind ik leuk. Skoola, jij moet even uitleggen. Ja. Dit is echt oprecht leuk. We hadden Skoola in de vrijdagmiddagborrel. Ja. En toen zei je, ik vind het zo leuk. Want? Ja, weet je waarom ik het zo leuk vind? Ik heb 3 kinderen thuis die op de basisschool... 2 daarvan zijn nog op de basisschool. De ene is net naar de middelbare. En ik zie hoe moeilijk het voor veel kinderen is om echt te begrijpen hoe je moet leren. En Skoola helpt echt op een leuke manier, op een speelse manier. In je vrije tijd. Natuurlijk begrijp ik dat kinderen niet veel school willen doen in de vrije tijd. Maar Skoola helpt op een leuke manier leren. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de huidige jeugd. Want dan valt het ook niet zo zwaar tegen en dan doe je iets leuks. Nou, en daarbij ook dat quiz natuurlijk weer. Vandaag ook weer met een nieuwe vraag. Hou je vast, dit keer weet ik hem wel. Wie is de oudste debutant voor Nederland ooit op een EK? Ah, dit is waanzinnig gedaan. En als de mensen thuis denken, kun staat een auto. Kun je nu weghalen? Dat had ik. Heel goed, ja. Nee, maar... En alsjeblieft, kijk ook, als je het weet, stuur het op de socials. En kijk ook even op skoola.nl. Zie je altijd leuke dingen nog. Ja, ik ben echt een fan van Skoola. Ja, maar het allermooiste is, dus Skoola deed een partnership met ons. En Jaron, die belde met ze. En die mensen van Skoola zeiden, ja, Simon is echt fan van ons. Ja, toen zei Jaron, ja, dat klopt. Ja, maar wilde hij dan niet die EK-vraag gaan doen? Ja, oké, vragen we aan Simon. En Simon was heel blij. Maar dit is dus de EK-vraag. Elke dag door Simon. En het is ook een heel mooi initiatief. Je mag het via de socials laten weten. Het antwoord, jij twijfelde. Jij was heel resoluut aan het begin. En daarna ging je toch twijfelen.
En een van jullie twee riep... Michele. Die is het in ieder geval niet. Nee, dat Rui Beek. Oh, jij liep Robert Muren. Heel goed. Mocht je het juiste antwoord weten wat Simon zegt, laat het weten via de socials. Over socials gesproken. Je hebt nog een kwartier om je EK-pool in te leveren. Er zijn ongeveer 3000 mensen die nu al meedoen met onze EK-pool. Dus vul het in. Je hebt nog een kwartiertje. Ja, dan gaan wij het nog... weet jij trouwens nu wel? Of... Ik twijfel nog steeds eigenlijk, want ik... Ja, mag ik de namen noemen? Of, Ja, als jij twijfelt, dan moeten de mensen thuis maar erop afgaan als ze jou geloven. Nou, ik twijfel tussen... Jij twijfelt tussen vijf namen? Twee namen. Okay. De Clare of Muren. Maar ik weet niet of Muren nog in 76 heeft meegedaan. Ja, en je hebt het dus niet over Robert Muren, hè? Nee. Okay. Dus die twee twijfel ik. Oké, heel goed. Ja. En Michele zegt wijselijk helemaal niks. Ben je eigenlijk van de quizjes, Michele? Jawel. Ja. Alleen ik wist niet dat Nederland meegedeed in 76 aan DK. Maar nee, zeker. Ik weet niet of... Hij zat net hier in het publiek. Dat is een van de eigenaren van Club Atelier. En die zat vol trots te vertellen. Ja, we hebben hier een prachtig shirt van Cruijff. En nooit op een EK gespeeld. Toen zei ik, 76. Nee. Toen zei ik, wedden? Mogen we hier een maand gratis zitten? Nou ja, daarom zitten we hier nu een maand gratis. Ja. Nederland speelde dus wel op het EK van 76 met Cruijff. Goed. Pak toch groot. In met Arnold Muren dus. Wat zeg je? In met Arnold Muren dus. Ja, zeker. Ja. We hebben de krantjes al gehad. Dat doen we elke morgen om 9:30. Doriano Korstan was vandaag... Heb je het gezien? Met Steven Bergwijn? Ik heb het niet gezien. Hij was vandaag live met Steven. Heel leuk. Je kan het, we hebben een leuk stukje losgezet op de socials. Ging over andere waarom die is afgevallen bij Oranje. En wat hij daarvan vond. En ik vond het heel tof. Hij heeft gewoon gezegd... Hij heeft wel een belletje gehad. Frank de Boer heeft hem wel gebeld. Okay. En die zegt, ja, weet je wat... hoofd omlaag houden, hard werken, veel spelen en hopelijk volgend jaar mee naar het WK. Maar het was heel leuk. En morgen heeft hij twee vrienden uit Rotterdam te gast in Doritalk om 1 uur op Instagram. En elke dag, als je wakker wordt, is er een speciale podcast. Lars van Eijden, gisteren maakten we dat bekend natuurlijk, dat hij elke dag een podcastje maakt, gaat het hele land door. En vandaag ging hij voor het eerst op pad. Ja, welkom bij het allereerste video-item van Vanuit de Bus. Het hele toernooi rijd ik door Nederland en België. Naar allerlei plekken, voetballers, trainers, van alles en nog wat. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Maar ik heb wel het idee van, ja, ik moet met een schone lijst starten. En eind dit seizoen was ik clubwatcher van de Graafschap. En had ik Mike Snoei gevraagd van, wat wil je nou bij een overwinning? Doe dan maar een roze koekie, dat gaat er altijd in. Ja, roze koeken, zei Mike Snoei. Nou ja, ik naar een banketbakkerij, cupcakes gemaakt, met graafschaplogootjes, helemaal mijn best gedaan. Je mag spuiten. Nou ja, toen kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om blij te gaan doen met die cupcakes bij hem. Dus ik heb hem lekker met rust gelaten. Ik heb de cupcakes in de persruimte van de Graafschap uitgedeeld. Maar goed, weet je, ik heb wel het gevoel van, ja, hij verdient die roze koeken wel. Dus ik ben nu in de buurt van een zwart-gele supermarkt. Je kan ze kennen van een reclame met links en rechts. Ja, we hebben ze hoor. We kunnen op naar het oosten des lands, op naar Mike Snoei. Ik ben benieuwd of hij het leuk vindt, of het alweer goed met hem gaat. Sinds zijn ontslag bij de Graafschap, de vorige keer dat ik hem zag, stormde hij naar binnen na de nederlaag tegen Rode JC. Daarna niet meer gesproken, maar ik heb aangebeld. Hey Lars. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je? Goed. En ook leuk om jou weer te zien. Ja. Wat heb je nou bij je, man? De vorige keer dat ik je zag. Roze koeken, hè? Nou ja, voordat ik aan mijn reis begin, 31 dagen lang, dacht ik van ja, we moeten even samen roze koeken eten. Ja, nee. Schone lei beginnen. Ja, nee, ik vind het echt... ik vind het leuk om te zien. Richting het EK, ga je het volgen? Tuurlijk, gaan we kribbelen. Dus... Zeker richting het weekend, zondag. Hè? Dus ook nieuwsgierig hoe Nederland het er vanaf gaat brengen. Ja, wat verwacht je? Nederland zelf toch? Gaan ze het goed doen? Die gaan in het toernooi groeien. Ja, die gaan, die gaan echt wel nog voor een mooie verrassing zorgen. Laten wij onze koeken gaan eten. Kom binnen.
Echt Lars Jessen van Heijden. Lars, hoe waren de roze koeken met Mike Snoei? Ja, lekker man. Ja? Ja, het was hartstikke gezellig. En het was, gisteren had je natuurlijk Doriano en Bruce, een klein beetje een bromance. Ja. Maar ik en Mike Snoei beginnen ook. Jij hebt een bromance met Mike Snoei? Ja. Oké. Okay. Hoe uitzicht dat dan aan de tafel bij Mike Snoei thuis? Nou, allereerst, volgens mij heeft hij nog nergens gereageerd nadat hij ontslagen is bij de Graafschap. Oh, hij heeft bij jou gereageerd? Hij heeft bij mij gereageerd. En wie heeft hij onder de bus gegooid? Ja, dat viel dus eigenlijk wel mee. Het is vooral nog steeds ongeloof wat er gebeurd is. Ja, ja, oké. Okay. Over dat gesprek met Mike Snoei. Ik neem aan dat je dat ook wel hebt opgenomen. Jazeker. Okay. In de podcast. Morgen, hè? Morgenochtend kunnen we de podcastje checken van jou. Podcast nummer 2 alweer. Overigens, over superboeren gesproken. Ging het nog over Fabio Tjommer? Vervelend. Nee. Nee? Ik zag een grote aankondiging. Nou, jij zegt het, Simon. Mensen in de chat feliciteren jou gewoon. Jouw oudste zoon speelt komend seizoen bij de Graafschap. Ja, is correct, ja. Je wilt het er niet over hebben. Heel goed. Gaan we het gewoon weer over Mike Snoei hebben en Lars van Heijden. De bromance. Dit was een makkelijke opdracht om je tour door Nederland te starten. Ik heb dus even na zitten denken. Morgen spelen onze zuiderburen hier op de bank een zuiderbuur. Dario van der Buijs zit hier morgen op de bank. Ik zat te denken, je bent nu in Doetinchem voor mij, of die contraien. Voor mij woont Mike Snoei in Didam. Waarom rij je morgen niet even lekker naar onze zuiderburen? Volgens mij mag het weer, toch? Je mag 48 uur in België zijn. Nou, dat lijkt me een goede opdracht. Heb jij nog vrienden in België waar Lars langs kan gaan? Of zeg je nou, ik heb wel vrienden in België, maar die laat ik Lars niet mee in contact komen. Je bent de koning in mensen ongemakkelijk maken in de show, Niel. Weet je wat je dan moet zeggen? Ik denk er even over na. Lars, nog vrienden? Lars, hoe rijdt de bus? Ja, hoe rijdt de bus? Laten we het daarover hebben. Als een zonnetje. Ja, het is een bus van Vakgarage, de Van Dutch bus. Dankzij de vrienden van Vakgarage. Ja, is het een heerlijke bus? Kan je hem aanraden? Ja, ik kan elke auto van Vakgarage aanraden. Topbedrijf. Topbedrijf, goed. Heb jij nog vrienden in België, Michele? Ik zal even over nadenken. Nou, ze maken het je wel makkelijk, Larsie. Ja. Goed. Nee, gewoon even langs in Mechelen bij Tom Kaloe. Hier. Technisch directeur van Mechelen. Morgen ga jij naar Tom Kaloe van KV Mechelen. Achter de kazerne. Leuk. Jij hebt nog een vriend in België. Nee, ik heb geen vrienden. Jawel, je hebt een vriend in België. Doe hetzelfde beroep als ik doe. Stijn Francis. Ja, maar nee, dan moet je voor mij eerst een visum voor aanvragen voordat je op zijn landgoed mag. Dus ik denk dat je daar even tijd voor moet wachten. Nee, Stijn Francis schijnt het mooiste huis van België te hebben. Ja? Ik ben er nooit geweest. Zo'n goede vriend ben ik dus ook weer niet. Nee. Bij mij spreekt hij altijd af bij een café in de buurt. Ik ga je proberen. Dat doen wij ook altijd trouwens. Wacht even. Jij nodigt mij ook altijd bij een café bij jou in de buurt. Ja. Wat zei Armin? Ik ga er even over nadenken. Stijn Francis, Tom Kaluwe, Tom Soetaars, noemen ze nog wat Belgen. Wesley Song. Wesley Song. Hoe heet die postbode? Die linksbuiten, Stijn Huizigums. Ja, ik moet maar aan één iemand denken, hoor. En dat zijn niet al die namen die jij opnoemt. Aan wie moet jij denken dan, Lars? Dat ene meisje dat tijdens het WK 2014 gehyped werd. Wie? Weten jullie dat nog? Wat? Dat meisje WK van WK 2014. Ja, zij zat op de tribune en daar was een foto van. En toen werd ze opeens wereldwijd opgepikt. Dus daar ga je morgen langs? Of ja, ik snap niet wat je nu zegt. Ja, gewoon, jij zegt toch, noem eens een paar Belgen. Ik moet aan haar denken. Nou, dan is dat bij deze. We vergeten Roestad en Belen. Mattens. Oh nee, ze doen Alkmaar nu. Emil Penta. Het meisje uit 2014. Wij denken allemaal half finale, oranje, superknap. Ron Vlaar, goede wedstrijd, penalty mis, alles. Jij denkt aan dat meisje uit België. Nou, succes, dat is je opdracht voor morgen. Nu verwacht ik, als wij morgenavond met jou skypen. Nu zit je heel eenzaam op de bank bij Mike Snoei of zo. Maar dat je morgen naast dat meisje uit 2014 zit. Bij deze afgesproken. Ja? Deal. Oké. Tot morgen. Reis, hè? Hoi, hoi. Wat is dat voor een bus? Het is een fantastische bus. Ja, oké. Nee, maar ik vraag me alleen af als Lars zulke gedachten heeft. Wat zeg je? Als Lars zulke gedachten krijgt in een bus dat hij aan een meisje op de tribune trekt. Heb jij een idee over wie het heeft? Geen idee. Of het ligt aan Mike Snoei. Of het ligt aan Mike Snoei. Dat kan ook, ja. Zou jij dat eigenlijk doen? Lars binnenhalen? Als je
als je ontslagen bent, dan moet je voor het eerst je verhaal doen. Zou je het dan bij deze lieve jongen doen? Wel. Jij wel, Simon. Ja, Lars is echt lief. Wel. Die vertrouw je echt. Nou, bij deze. Ik weet niet of Lars nog hangt, maar Lars... Als Michele binnen een paar maanden bij Dordt aan de kant is geschoven, mag je altijd bij Michele langs. Nou, om... laten we van het goede uitgaan. Dat gaat niet Michele gebeuren. Gaat naar een veel grotere club. Ik heb 2 jaar getekend. Ik ga ze gewoon helemaal uitdienen. Heel goed. Ik vind dat mooi. Wij moeten positief zijn. Ja. Toch? Ja. Het is bijna 9 uur. Het gaat bijna beginnen. Ik zag André Bocelli. Met het openingslied. Oh, prachtig. Mooi. Ja, heel mooi. Ja, vind ik ook heel mooi. Eerst nog even de voorspellingen erbij pakken. Jij hebt echt de beste voorspelling, hè? Ja, als we jou mogen geloven vanavond, dan de neutrale kijker is de grote winnaar. 0-0. Bloedeloze 0-0. Nee, maar wel goed geanalyseerd. Ik las dat Italië op een eindronde nog nooit heeft verloren in Stadio Olimpico. Ze gaan niet verliezen. En ze hebben al 27 wedstrijden niet verloren. Turkije doet het altijd goed tegen goede landen. En hebben een hele goede verdediging. Ik denk een gelijkspel, 0-0. En ook goed voor Turkije in deze pool technisch zou het een hele goede uitslag zijn. Andere landen in deze pool, Zwitserland en Wales. Jouw voorspelling, jij roept het overal. Toch? 3-1 ja. Voor Italië. Ja. Makkelijke 3-1? Nee, ja. Nee, makkelijke 3-1, ja. Ik verwacht van Italië vanavond echt dat ze vooral met de jonge gast aan de zijkant. En ook Spinazzola, daar ben ik echt heel erg benieuwd hoe die op kan komen. Ik verwacht een verrassing. Ik denk dat Turkije verrast wordt vanavond nog. Ze groeien daarna wel in het toernooi, maar vanavond worden ze verrast door een Italië... wat ze niet zo offensief hebben ingeschat. Okay. En Michele? 2-0 toch? 2-0. Voor Turkije? Waarom? Nee, 2-0 voor Italië. Dus, Makkelijk, hè? Waarom staat eigenlijk Italië speelt toch thuis? Nee, Turkije speelt thuis. In Italië. Dat is heel raar. Ja. Die spelen in Stadio Olimpico, maar Turkije is officieel thuis. Ik vond het wel ook een leuke statistieken van jou. Want nooit verloren in Stadio Olimpico in een eindfinale. Maar hoe vaak hebben ze in Stadio Olimpico gespeeld in een eindfinale? Ja, maar luister. Michele, nu moet je niet stom doen. Hij vertelt gewoon een leuke statistiek. Was het net hij, bij heeft, hij heeft geen idee. Die VI-redacteur mag hierop reageren. Ik weet niet, 82 en... 82 was in Spanje. Nee, 82 was Spanje. 90. 90? Ja, maar 90. Misschien een 90 en 38, weet ik veel. Zij speelden in 2000 ook tegen elkaar. Maar ook al heb je maar één wedstrijd maar aan Michele. EK. Maar heb je maar één wedstrijd gespeeld in Stadio Olimpico, heb je daar nooit verloren. Dat is het, dus op één wedstrijd. Dat die klopt toch? Wat wordt het hoogtepunt vanavond? Een mooie goal van Berardi. Het hoogtepunt? Nou, de 1-3 in de 90ste minuut door Turkije. Dat wordt de mooiste goal van Burak. Jij nog een hoogtepunt vanavond? Wat ik verwacht... Ik denk dat het een 0-0 wordt. Ja, ik weet niet. Een vrij trap op de lat van Calhanoglu. Nou, als er geen hoogtepunten zijn, kan je altijd nog naar easytoys.nl gaan. Daar vind je altijd een hoogtepunt. Morgen zijn we er gewoon weer met een live show tussen 8 en 9. Ja, jij hebt een makkelijker blokje met Skoula. Ik pak deze gewoon, Simon. Morgen tussen 8 en 9 zijn we er gewoon weer met een live show. Dan gaan we onder andere het hebben over België, onze zuidenburen. En 9:30, morgenochtend, daar beginnen we natuurlijk met de krantjes. 1 uur, Dory Talk. Met 2 jongens uit Rotterdam die muziek maken. Ik denk dat jij wel weet over wie het gaat dan. Ja, er zijn heel veel jongens uit Rotterdam die muziek maken. Er zijn 2 jongens en die groep is iets groter. Rotterdam Airlines. Zijn met z'n 5. Oh, broederliefde. Ah, leuk. Daar 2 jongens van. Morgen zijn we dus tussen 8 en 9 weer met een live show op YouTube. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En wij gaan hier lekker de wedstrijd kijken. Dus voor mij blijft de stream lekker lopen. Dus praat gezellig nog mee in de chat.